Yo mensen van Sick Legends 01, vandaag ben ik weer in Castle Defense zoals gewoonlijk. Het is weer nummer 2, 3, volgens mij 2, ik weet het niet zeker. Maar dus ik ga weer Castle Defense. Ik neem de kit Destroyer en ik heb een gast en hij loopt daar. Hier, daar. Yeah. Oh, hier, daar. Hi. Ik kon je al niet vinden. Oh, lol. Ik stond gewoon hier te derpen. Er zijn te veel mensen en je skin valt niet meer op omdat het op David lijkt. Echt? Zeg degene die je skin gemaakt heeft. Nou ja. Wie heeft de skin gemaakt? Ik. Sorry, ik moest hoesten. Oh ja, dacht ik al. Ik ook. Ik moet ook hoesten. Ja. En als Castle Defense begint... 20 seconden. Oké. Okay. Nou, stel jezelf even snel voor en gaan we hopen dat we bij elkaar een team komen. En anders own ik jou gewoon. Dacht ik niet. Ik win met je Nava altijd. Oké, maar vertel nou maar wie je bent. Nou ja, ik ben Doomerix. Doomerix. Dat is het eigenlijk. Hij is zeg maar degene die mooie thumbnails hebben gemaakt. En ik ben trouwens een attacker. Ja, ik ook. Ik maak de thumbnails van, van Mitch. Meer niet. Yes. Je bouwt af en toe in de SL-server. Ook. Als moderator. Moderator van allemaal. Ik vernietig alle andere moderators. Ik ben gewoon de beste. Wat gaan we doen? We gaan even lekker... Ik neem mijn gebruikelijke fans-hack route. Nou, geen hack, de maar... De gebruikelijke doe de gijs dus? Nee. Oh. Ik doe de doom. Doe de doom. Het klinkt heel grappig. Maar... Ja, ik vind die... Ik vind het wel een... Schiet op de Empire. Zorg ervoor dat hij weggaat. Ik vind het wel een... Volg mij. Hoe heet dat ook alweer? Als iets... Ik vind het wel pakkend. Doe de doom. Maar we houden erin. Waar loop je nou? Waar ben je eigenlijk? Ik ben bij de Doe de Gijs. Oh wacht, ga terug. Ik laat je even iets een heel geheime ingang zien die zelfs Gijs nooit heeft ontdekt. Dat is Doe de Dodo. Nee hoor, Dodo. Ja, moet je eerst helemaal naar boven. Deze heb ik ontdekt. Dit is Doe de Dodo. Via deze fans hier naar binnen springen. Ja, dat is Doe de Dodo. Nou, nu niet meer, nu heet het Doe de Doom. Oké, fuck dat, Doe de Doom. Maar die wist ik al, moet ik hier naar boven? Ja, gewoon hier naar boven. Maar als je je verveelt kan je ook hier uit de map, als er dus ergens. Ja, weet ik, dan moet je daar naar beneden toch? Ja, hier naar beneden daar, maar wij gaan hier omhoog. En er staat hier een Empire. Ga crouch terwijl je op een, op de ladder. Dan ga ik hem neerschieten. Schiet hem er vanaf. Ja, ik schiet hem eraf af. Ja, hij is eraf. Hij is eraf, Hij is dood, ja. Ja. Maar omdat de Gijs natuurlijk zo saai is, kijk, daar staat een Empire, hij heeft ons al lang gezien. Wat wij doen, wij gaan niet naar Nexus 1, nee, ik we gaan via de daken. Gewoon en ik ben een beetje lui, dus ik ben, Ga ik omhoog. Gaat het fijn. Ik trap die andere er even van het dak. Oké. Snel, maar... binnen, snel, okay, eventjes herstellen. Hierheen. Hier. En we gaan daarheen, vind ik, toch? Ja. Maar, even kijken. Hij is unprotected. Ja, mooi. Snel. Deze slopen met z'n tweeën, voordat er een dude aankomt. Snel. Crouch achter dat ding staan. Nou, eigenlijk aan de zijkant is het beste. En er is castle lag. En dat is heel leuk. Ja, dat is echt vet kut. Ik weet het. En mijn headset wordt geïrriteerd door de wind. Maar ja, want mijn deur staat op. En daar komt een Empire. Nou, hij is kapot, maar ik ga naar beneden. Ja, ren. Ik hou het. Ik spring voor mijn leven. En ik leef nog, ik heb een half hartje. Je leeft nog, what the fuck. Ik heb een half hartje en Empire staat achter me. What the fuck, je leeft er nog. Ik ren voor mijn leven. Ik heb nog twee hartjes. Oké, nice. Hunger gaat niet omlaag. Hi, kijk, hi Empire. Ik heb twee Empires achter me aan nu. Correctie. Vier. Vier? Vijf. Dan is alles unprotected. Ik kwam iets van vier of zo omhoog. En nu ga ik eventjes heel... Oh, drie is ook unprotected. Maar ik ga eventjes de... Oh ja, er komen twee Empires aan.
Je Navanen, Empires, hoe je het wil noemen. Javanen. Ik trap lekker al die Holy fuck, ik zag die Empire niet. Holy fuck. Oh, kut. Half hartje. Ik ben dood. Ik leef nog, maar ik ben nog grappig genoeg 0 keer dood gegaan. Maar ik vertel dat tegen mijn kijkers, als ik Castle Defense speel. Dat je het beste de destroyer class kan pakken. Maar daar heb ik altijd een soort van. Nou, het is niet echt een glitch. Maar het lijkt wel. Als je je hengel gebruikt, ja. En je gaat onder het aas staan, zeg maar. Ja. Je springt en je gebruikt de hengel. Ja, vlieg je heel snel naar voren en heel hoog. Ja, en dan kan je zo makkelijk over die. Your kick for flying unrelated. What the fuck? Ah ja, dat is door de lag waarschijnlijk, want er is heel veel castle lag. En ik vernietig nu next. En terwijl Mita probeert terug te komen, ga ik heel gezellig Empire killen. Ik ga weer joinen, want En ik ben dood. Zo, ik ben weer gejoined. Ik leef nog. Ik ben weer gejoined. Oh, ik leef nog echt. What the fuck? Ik ga niet dood. Ik ben invincible, I will kill them all. Volgende keer moet jij opnemen, vind ik. Nee, dank je. Want? Dan zie je het uit mijn point en dan is het niet echt leuk om te zien. Want? Shaders. Shaders en dan is alles heel donker. Maar het uit. Alles op lava na. Gijs gebruikt ook shaders. Het ziet er heel erg mooi uit en zo. Weet ik. En ik vecht nu tegen je Nava. Okay. Het is wel leuk of zo om op te nemen, maar niet mijn ding af en toe. Er komt een Empire aan. Nexus 2, zit die in het midden van het kasteel? Nexus 2 is al helemaal kapot, die hebben wij gesloopt. Zit die in het midden van het kasteel of niet? Nee, dat is... Holy... Oh, dat is die andere. Empire. Entropia... Ja jongens, ik zit in Entropia, het is nu officieel. Ik word achterna gezeten door 20 man. Binnenkort kunnen jullie... Kingdom Entropia afleveringen verwachten. Ja, en van mij vooral niks. Tutorials hoe je thumbnails maakt misschien. Ooit. Ja. Want dat is het makkelijkste eigenlijk wat ooit gedaan kan worden. Want serieus, ik doe dat binnen een half minuutje en dan is het af. Nee, ga kapot! Nee! Nee, kom op! Ah, come on. En wij beantwoorden tegenwoordig nu ook vragen uit de chat. Nou, tenminste ik. Ik beantwoord vragen uit de chat. Hoe bedoel je? Nou ja, mensen vragen dingen uit de chat. Dus dan beantwoord ik ze. Oh, in de in-game. Ja, omdat ik toch zoveel weet van deze server. Omdat sommige mensen er pas zijn sinds de nieuwe lobby. Ja, dat is en ook ik ben er al sinds de release, dus. Ik ook, sinds de eerste dag. Ja, ik sinds de eerste minuut, dus... Zoiets. En wij gaan dit winnen. En ik word achterna gezeten door ongeveer 100.000 miljoen Empires. Wij gaan dit zwaar winnen. Rathanatos gaat me opeten waarschijnlijk. Dus ik ren hier snel voor mijn leven. En I can see clearly now the rain is gone, haha. Wat wil je doen? Nee, gaat het niet? Nee, we gaan nu Nexus 3 slopen. Ja, we gaan het nu doen. Ik aan mijn geheime route de Revee. Ah nee, kom op. Ik ga de Doom 2.0 gebruiken. Ja, Revee, ik claim jouw... ik claim eventjes jouw... hoe heet het? Jouw Ik weet zo... Gewoon om gemeen te doen. Ik weet zo wat het titel is. En er staat een Empire daar, gezellig boven de trap. En die schiet ik gewoon helemaal weg. Ik weet zo wat de titel is. De Doom 1.0 en 2.0. Ja. Ja. Maar ja, dat zei Gijs ook met, hoe heet het? Met een van die andere titels. En nu ga ik hun Nexus breaken voor live. Doe de Doom 1.0 en doe de Doom 2.0 in één aflevering. Jongens, jullie hebben me toch een aflevering nu. Ja. Wie wil dat nou niet? Nou ja. En ja, eigenlijk is er niet zoveel over mij te vertellen. Ik help hem een beetje met thumbnails en zijn server, meer niet. En zo probeer ik ongeveer 8 servers, wat totaal klote is af en toe, maar ja, niet erg hoor. Ah, hij mist hem gewoon. Aha. Nog 11 minuten op de top. Nee. Ja. Ja, goed zo. Mitch, go, attack, kill them all. Freak it all. Ja. Kan je nog meer damage of ben je dood? Ik ben dood. Oké, dan ga ik je plek innemen. Ik ga ze niet. Ik schiet de nep Empire naar de kloten. Ook al schiet hij met cursed arrows, ik schiet met
Ik schiet met doompijlen. Doompijlen. Ja, allemaal zelf verzonnen. Nooit van, niet van de Kingdom gerip-off, jongens. Allemaal uit mijn eigen hoofd. Doompijlen. Doompijlen, de doomboog, de doomjump, de empire, de doomwand, de doomhook of zoiets, weet ik veel. De doomfire arrows via de lava gebruiken, via lag, omdat ik zo gelijk ben en niet doodgaan. Hi. Oh. Ja, we kunnen via Doe de Gijs gaan en Doe de Revee, want ze staan nu allemaal bij de poort. Kan ook. Ze staan allemaal bij de poort, maar... Ze staan voor de poort. Ja, maar Doe de Gijs in... Ik ga ze denk ik in de poort ga ik ze even afleiden, gewoon om irritant tegen ze te doen. Ja, en dan ga ik Doe de Revee doen en dan pone ik even dat ding en dan zijn ze kapot. Ja. Dat is dan als een final touch gewoon. Dan ga ik ondertussen mijn Doom-pijlen gebruiken. En mijn Doom-zwaard en mijn Doom-apple, mijn Doom-grappling-hook, mijn Doom-pickaxe en mijn... Ik ga en mijn freaking Doom-armor. Ik ga een Doom-klas maken. In de Utopia-server. Een Doom-klas. Een goed idee, want ik spring nu gewoon langs alle empires en ik schiet langs als een raket. En ik ga naar Nexus 3. En Doom scoort. En hij scoort! Nee, echt waar? Oh mijn god! En hij breekt! Oh, jammer. Ik ga het afmaken, ik wil het afmaken, ik wil het afmaken, ik wil het afmaken. Ik wil het afmaken, ik ben er al, ik ben er al. Ik ga het afmaken. Ik zal winnen. Oh, zijn ze daar? Nee, ze zijn er niet. Oké, denk eraan, mensen. Ik zal overwinnen. En mensen, denk eraan. Je moet overleven met Castle Defense. Okay. Want als je dat niet doet, word je opgegeten door spawnkillers en rachtanatossen. Even kijken. Beste tip ooit. Ja. En dat het om Nexus 3 gaat. Eigenlijk nooit. Yes, we hebben gewonnen. Dankzij mij. Nee, ik heb ook helemaal niks gedaan in mijn eentje hoor. Ik heb helemaal niks gedaan, ons team heeft ook niks gedaan. Nee. Ze zijn alleen maar heel stom in de lava gaan zitten terwijl Empire ze erin schot. Eigenlijk is dat wel zo. Nou ja, het blijft leuk. Net zoals de server lag, blijft ook heel leuk. Ja, maar doe je dan? Maar ja, wel veel meer Castle Defense servers, hè? Oké. Ja, dat zeker, dat zeker. En jongens, bedankt voor het kijken. Doe vooral even een like. En subscribe wel. Ja, doe dat anders zeker. Ga ik geen thumbnails meer maken. Hey! Nee, grap. ik wil niet lijden onder mijn abonnees. Dankjewel. Nou ja. Nee, dankjewel voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Met het groene duimpje. Ja, het is tegenwoordig blauw geworden in YouTube, dus ja. Google Plus, fix your servers, nou ja. Ja, precies. Maar doe even blauw duimpje omhoog, abonneer op Sick Legends 01. Heb je Twitter? @doemerx. Ja, volg hem even op @doemerx of weet ik veel. Want ik zet hem gewoon in de beschrijving staat het, dus ja. Komt helemaal goed. Hé jongens, later. Doei. Nee, ja, nee.